Water, een essentieel element voor al het leven op aarde, staat centraal in ons dagelijks bestaan. Van het hydrateren van ons lichaam tot het ondersteunen van landbouwgewassen en het aandrijven van industriële processen. Water is werkelijk de levensader van onze samenleving. Daarom vindt hydroloog Oklaya Verwij het van groot belang dat er meer werk verzet wordt om de bewustwording van onze watervoorraden te vergroten. We spraken Verwij gisteren in verband met Wereldwaterdag. Het lijkt erop alsof de samenleving onvoldoende bewust is van het belang van watervoorraden, meent Verwij. Bewustwording van de samenleving, bewustwording van de gebruikers van de watervoorraden, maar ook bewustwording van degenen die het beleid maken, die ons moeten leiden om onze voorraden te beschermen. Dus daarom is awareness en bewustwording op deze dag ook heel erg belangrijk, zodat mensen erbij stilstaan wat hun bijdrage is aan het beschermen, zo niet het vervuilen of vernietigen van onze voorwaarden. Verwij gelooft dat door samen te werken de bewustwording over waterbronnen en watervoorraden vergroot kunnen worden, om die te beschermen voor toekomstige generaties.